Heel goede avond iedereen. Het was een boeiend weekend op veel vlakken. En wij gaan dat statement van Bart De Wever ook toch eens van dichtbij bekijken. Dat het land op een legale manier hervormen onmogelijk is geworden. Het zal extra legaal moeten gebeuren. Wat dat betekent, daar ga ik met Johan van der Lanotte en Bart Maddes over praten. Een grondwetspecialist en een politicoloog. In Frankrijk willen ze ook hervormen, de pensioenen dan. Maar vraag is of dat zal lukken, want de vakbonden staan op hun kop. En daar krijgt Mia Doornaert het dan weer van op de heupen. Ze werken daar nu al te weinig, zo zegt ze. En met Romy Schlimbach praat ik over de bodyshaming, de fatshaming, waar de Nederlandse kroonprinses Amalia op dit moment mee te maken krijgt. Een schande voor de Nederlandse kroon. Hoeveel stoelen heeft ze eigenlijk nodig om op te gaan zitten? Het zijn maar enkele van de commentaren, Romy. Herkenbare materie voor jou. Het is iets wat je ook heel erg heeft bezighouden. En dan zie je het allemaal opnieuw gebeuren met een kroonprinses. Ja, heel herkenbaar. Fatshaming is voor mij toch wel bijna dagelijkse portie. Ja, maar je hebt er een beetje een strijd van gemaakt ook, hè? Ja, om er tegen te vechten. Inderdaad, ja. Als bodypositive activist heb ik daar toch wel inderdaad mijn beroep van gemaakt ondertussen. Gaan we het straks uitgebreid over hebben. Welkom iedereen aan tafel en welkom u thuis bij de afspraak. Maar eerst Bart De Wever en zijn extra legaal hervormingsplan voor België. Hij had het zaterdag al laten optekenen in de Tijd. En gisteren deed hij zijn uitleg nog eens over bij de collega's van de Zevende Dag. Alle grote hervormingen zijn extra legaal ingevoerd en daarna gelegaliseerd. Dat is iets waar ik zelfs met Jean-Luc Dehaene nog uitgebreid over gesproken heb. Zoals ook zijn grote nationale departementen gesplitst. Dus de grondwet moet niet opengesteld worden splitsen, om functioneel. En in dit land heb je één zekerheid. Eens dat je zelfbestuur hebt, dan komt het nooit terug samen. Want waarom zou je iets samen doen met een landsdeel dat fundamenteel anders denkt, fundamenteel anders stemt? Als ik zie dat de partij van meneer Hedebouw komt straks aan bod, dat hij aan een opmars bezig is, dat de PS nu al naar de pijpen van die communisten danst, dan zie ik dat niet meer zitten om samen nog veel dingen te doen. Heer, we gaan dat stap voor stap bespreken, want het is veel in en er zit ook, het is complexe materie ook. Meneer Van der Lanotte, als grondwetspecialist, wat zijn dat extra legale hervormingen? Je hebt legale hervormingen, zou ik kunnen zeggen. Dat zijn illegale hervormingen. Nee, dat zijn legale hervormingen. Het is een rare term, misschien om wat op te vallen. Dat is een hervorming die inhoudt dat men bevoegdheden op federaal niveau eigenlijk uitsplint, zonder ze naar de deelstaten toe te wijzen. Dus de federale regering gaat voor een bepaalde materie, vroeger was dat onderwijs, anders beslissen en afzonderlijk beslissen voor Vlaanderen en voor Wallonië. Brussel of voor Vlaamse gemeenschap. Mm-hmm. En men gaat dan ook een minister daarvoor aanduiden die daarvoor bevoegd is en die minstens in theorie geen rekening moet houden met wat er in het andere landsdeel gedeeld wordt beslist. Ja, waarom is dat dan extra legaal? Maar daar is niks extra legaal aan. Dat is gewoon een manier om, men noemde dat vroeger de voorlopige gewestvorming. Zo heette dat. De voorlopige gewestvorming in afwachting dat men een tweederde meerderheid vond en eventueel de grondwet moest hervormen om dat uit te splitsen. Dat is de techniek waar men het over heeft. Maar het is volledig legaal dan, als ik het goed begrijpen als het op die manier gebeurt. Het is een beetje veel gedoe om niets eigenlijk. Hè. En er zijn heel veel voorbeelden. Het beste voorbeeld vind ik nog altijd in 1991. Hè, het toekennen van de wapenlicenties. Daar was toen een politiek conflict over. Dus de Walen wilden die licenties geven aan FN om wapens te leveren aan Saoedi-Arabië. De Vlamingen wilden dat niet. Hè. Groot communautair conflict. En dan heeft men gezegd, we gaan gewoon binnen de federale regering, we gaan twee ministercomité's oprichten. Het ene bevoegd voor Wallonië, het andere bevoegd voor Vlaanderen. En dat heeft gefunctioneerd tot 2003. Hè, en dan onder de paarsgroene regering heeft men dat dan overgeheveld naar de gewesten. Is dat wat bicefaal betekent? Het ging er net ook over in ter zake. Ja, dat mag je zo noemen. Hè. Dat betekent iets met twee hoofden. Met twee hoofden, dat betekent in die federale regering heb je twee beslissers. Twee beslissende instanties. De wapens waren een duidelijk voorbeeld. Er waren drie ministers, denk ik, Franstalig en drie ministers Nederlandstalig. En die beslist enkel voor de Nederlandstalig en enkel voor de Franstalig. Het waren twee hoofden van één lichaam die de federale regering eigenlijk is. Er zijn enkele voorbeelden. Onderwijs was het eerste voorbeeld, hè, de wapens. Maar wat men daarbij wel een beetje vergeet, er moet wel één een heel duidelijke afspraak zijn. En ten tweede, dat gaat niet zomaar. Dat was nog relatief gemakkelijk voor die wapens. Hè. Dat, men wou daar eigenlijk vanaf. En men wist, binnen zoveel jaar gaan we dat toch overhevelen.
Maar als we dat doen, bijvoorbeeld rond werkloosheid, een typisch voorbeeld, dan zijn, denk ik, drie elementen toch heel belangrijk. Ten eerste, als men dat gaat doen, gaat men moeten afspreken welk budget men heeft. Want ik kan wel zeggen, neem dat u Nederlandstalig minister bent, u beslist, en Bart, sorry, is dan de Franstalig minister, en u beslist ook, maar gaat jij toch maar beslissen binnen een budgetair kader? Hoeveel geld heb je? Je gaat niet kunnen zeggen, ik ga er een keer zoveel buiten gooien. Dus die verdeling van de centen moet je ook vooraf maken en dan zit je weer bij dezelfde moeilijkheid. Ja, maar dat is al het eerste punt. Ten tweede, wat is het grote verschil? Als je een bevoegdheid naar de gewesten of gemeenschappen brengt, dan gaat het Grondwettelijk Hof nooit meer nagaan of het gelijkheidsbeginsel geschonden is, omdat Vlaanderen het anders doet dan Wallonië. Men aanvaardt, dat is een constitutioneel gegeven, zoals men ook niet het gelijkheidsbeginsel tussen België en Frankrijk kan inbrengen. Dat gaat niet. Dat moet niet. Maar als men federaal nog bezig is en men gaat iets anders doen in Vlaanderen of Wallonië, dan geldt dat gelijkheidsbeginsel nog en zal dus de regering moeten uitleggen waarom ze dat onderscheid maakt. Want we zitten sinds, wat is het, begin jaren 80 met dat grondwettelijk hof. Voilà, die dat kan controleren. Ja, wordt dat een probleem? Ja, juristen zeggen ook wel dat valt te verantwoorden. Dat moet verantwoord worden, maar het kan soms verantwoord worden. Dus er moet een objectieve reden zijn om dan in een wet een verschil te maken tussen Vlaanderen en Wallonië. Dus dat moet objectief verantwoord worden op een redelijke wijze. Ja. Maar een van de manieren waarop je het kunt doen, dat is bijvoorbeeld om te zeggen van kijk, we sluiten aan bij het beleid dat in het gewest wordt gevoerd. Dus er wordt een ander beleid gevoerd in het Waals gewest dan in het Vlaamse. Dus daarom, dat is een reden om het federale beleid te moduleren. Maar bijvoorbeeld rond werkloosheid, gezien de grote verschillen in werkloosheid Vlaanderen en Wallonië, ga je dat iets makkelijker kunnen. Maar bijvoorbeeld rond iets wat vaak ter discussie komt, gezondheidszorg, gaat veel moeilijker zijn om uit te leggen waarom je een Vlaming of een Brusselaar of een Waal anders gaat behandelen in de ziekteverzekering, bijvoorbeeld. Er bestaat al iets, hoor. Er bestaat wat men noemt asymmetrische akkoorden over de investeringen in ziekenhuizen. Maar dat gaat over de snelheid waarmee bepaalde investeringen gebeuren. Maar als men nu zegt, de groot akkoord van Bart Wever, en hij zegt in Vlaanderen en Wallonië is zo, en in Vlaanderen wordt de huisarts niet meer terugbetaald, of juist wel. En in Wallonië wordt hij wel of juist niet terugbetaald. Dat die motivering waarom je dat ongelijk gaat doen, dat gaat zo simpel niet zijn. Wat is de conclusie, professor Madders? Het is moeilijk, maar het kan. Ja, en daarbij komt, het staat ook al in het regeerakkoord van de huidige Vivaldi-regering. Men noemt dat anders. Men noemt dat place-based policies. Het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Dus zo radicaal is dat niet. Men wil dat doen op vlak van arbeidsmarkt. Dat staat al in het regeerakkoord. Ja, absoluut. Maar een beetje verschil. Wat bedoelt u? Ja. Wel, er staat in het regeerakkoord van de Vivaldi-regering dus dat men streeft naar dus die place-based policies op vlak van gezondheidszorg, op vlak van arbeidsmarktbeleid, waarbij dus eigenlijk het beleid wordt aangepast aan het federale beleid wordt aangepast aan het beleid van de gewesten. Ja. En het probleem is natuurlijk dat dat dode letter is gebleven in zeer grote mate tot nu toe. Maar je ziet bijvoorbeeld wel dat CD&V daar enorm op aandringt. Dus via de Vlaamse regering, minister Krevits, nu minister Broens, die dringen daar enorm op aan. Maar minister Dermagne van de PS in de federale regering, die bougeert niet. Dus die wil dat niet. Ik wil even, want wat Egbert Lachaert zijn reactie was, zegt, kijk, dat is toch een beetje een pleidooi voor zijn staatsgreep. Heeft hij daar een punt? Wat dat betreft niet. Want ik hoorde daar de expert daarnet interessant, is ver voor mijn tijd, maar verwijzen naar de staatsgreep, de koe van Loppem, meteen na de Eerste Wereldoorlog. Ja, maar dat is natuurlijk iets heel anders. En misschien speelt dat ook wel mee in wat Bart Wever gezegd heeft. Het is natuurlijk zo dat als je kijkt naar het verleden, eigenlijk al vanaf de oprichting van België, is het heel vaak gebeurd dat men de grondwet ofwel op een extreem creatieve manier heeft geïnterpreteerd, ofwel flagrant met voeten heeft getreden. Dus dat is eigenlijk een constante. En het zogenaamde verdrag van Loppem na de Eerste Wereldoorlog, dus eigenlijk de ongrondwettelijke invoering van het algemeen stemrecht, is daar het beste voorbeeld van. Een vraag van de socialisten was dat, meneer Van der Van Motten. Wel, het was dat of revolutie.
Zo simpel was het. Ja. Nee, dat is de waarheid. Hè. Dus op dat, als België werd bevrijd en op het stadhuis van Brussel wapperde de grote revolutionaire vlag, zoals in Rusland. En men heeft gezegd, kijk, oftewel wordt er nu anders gestemd, oftewel is het hier heibel. En men heeft dat toegegeven. Ja. Maar er was geen grondwettelijk hof. Hè. Dat is het grote verschil. Ook niet in de voorlopige gewestvormingen die we gekend hadden, hadden we geen grondwettelijk hof. Het kan, dus dat is geen staatsgreep. Nee, dat is geen staatsgreep, absoluut niet. Maar men gaat goed moeten afwegen hoe men dat doet. Als men zoiets doet, bijvoorbeeld rond werkloosheid, heeft men nooit gezegd, ook niet in Vivaldi-akkoord, om te zeggen, het is per se Vlaanderen, Brussel, Wallonië. Het kan per subgewest, namelijk als er heel weinig werklozen zijn in Roeselaar, om maar iets te zeggen, en er zijn er veel in Antwerpen en in Luik, dan is het wel logisch dat we daar ander beleid gaan toevoegen. Maar een staatsgreep, daar mogen we niet van spreken, begrijp. Heeft u het idee dat het idee van Bart Wever, of wat hij nu gisteren zegt, dat er in dat opzicht geen weg rond is, dat er iets moet gebeuren, want dat het te vast zit in ons land om het voor te doen zoals we bezig zijn? U spreekt tegen een overtuigde. Ik heb zelf gepleit om een hervorming naar een België van 4 gewesten met een herverdeling van bevoegdheden. Maar wat mij er een beetje in stoort, en ik zeg dat los van het partijpolitiek of wat dan ook, een staatshervorming vergt 2 dingen. Voorbereiding en vertrouwen tussen de partners. Geen één van de 2 wordt nu ernstig genomen. Geen van beiden. Je gaat nooit een staatshervorming doorvoeren als je niet in slaagt mensen samen over die brug te krijgen. Dat is, men zegt altijd Jean-Luc Dehaene. Men verwijst naar Jean-Luc Dehaene. Jean-Luc Dehaene was typisch het voorbeeld met het Sint-Michielsakkoord. Van gedurende 7 maanden vertrouwen te krijgen en dan een hervorming te doen die niemand mogelijk achtte. Daar zitten we ver van af dan. Wel, op een bepaald moment is er een klik geweest tussen Bart De Wever en Paul Magnet. Dus in de zomer van 2020 is er een akkoord bereikt. Trouwens, Conde Rousseau van Vooruit heeft daar eigenlijk, is daar een beetje als go-between opgetreden, heeft daar bemiddeld. Dus daar lag eigenlijk een basis van een groot communautair akkoord. Maar nu zit je natuurlijk met het probleem dat Paul Magnet daar niet graag aan wordt herinnerd, hè, omdat hij heeft de hete adem van de PvdA in de nek. Hè. De PvdA zegt van, ah, kijk, Paul Magnet die collaboreert met de N-VA, of die is dat van plan. En nu zie je duidelijk dat Paul Magnet daar niet wil aan herinnerd worden, dat hij dat eigenlijk afzweert. Zegt u dan, de kans die er in 2019 geweest is, die krijgen we niet opnieuw in 2024? Dat zal afhangen van de verkiezingsuitslag. Ik denk wel, als de peilingen zich doorzetten. Ja, als het resultaat zo is dat bijvoorbeeld de Vlaamse nationalisten een meerderheid zouden halen in het Vlaams parlement en ook belangrijk in de Nederlandse taalgroep van de Kamer en Senaat, dat dan een soort fait accompli wordt gecreëerd, een majeur politiek feit waar ook de PS niet omheen zal kunnen. Mevrouw Doornhaert, waarom zou Bart Wever dat nu zo opnieuw een beetje op? Hij heeft dat nogal gezegd in het verleden, het is niet helemaal nieuw. Maar waarom doet hij dat niet? Ik hou me niet zoveel met de binnenlandse politiek bezig en met de beweegreden van Bart De Wever. Maar ik kan wel zeggen, ik ben Brusselaar en ik ben vrijwel perfect tweetalig en ik houd van België. Maar ik kan het ook zo op mijn heupen krijgen van de PS. En ik dacht er onlangs aan dat een van onze leidende politici, ik kan zijn naam niet zeggen, want het was een privégesprek, maar die zei, elke keer wanneer ik in de federale regering zit, word ik na 6 maanden separatist. En de reden was de PS. En wie was het, zei je? Wel, het was een privégesprek. Ja. Maar ik heb nu mieux vaut cabinet tard que jamais. Ik ben op het laatst van mijn carrière op kabinet geweest van Buitenlandse Zaken en dan op de 16. En daar heb je toch wel een uitkijkpost. En dan hoorde ik telkens weer dat er geen enkele partij zoals de PS was die, als er een akkoord was in het kernkabinet, dat dan nog liet aanslepen en was nog altijd dan om een benoeming erdoor te krijgen of dit en dat. En dat lukte altijd. Waarschijnlijk omdat ze incontournable zijn in Wallonië. En ik stel nu ook weer vast, net zoals uiteindelijk Guy Verhofstadt de indruk gaf van aan de leiband van de PS te lopen, krijg je nu weer dat gevaar. Want de PS heeft gekregen de verhoging van de pensioenen. Als het dan op aankomt van de werkloosheid te beperken, is het ineens van dan zijn we niet meer thuis, we hebben binnengerijfd wat we hebben. Als die partij nu zou zeggen, als er een meerderheid van Vlaams nationalisten is, van daar wordt niet mee gepraat, Vlaanderen, want dat is sinds Perrin, professor Perrin,
u nog wel bekend. Mm-hmm. Ja, van lang geleden, dus ja. Front FDF en dus, Le Rassemblement Wallon. Ik heb dat boek nog teruggevonden. Mijn man las daar meer over dan ik. En ik zag nog op de flap staan dat hij het heeft over de drie ongeneeslijke ziektes van België. En de eerste en de voornaamste is het nationalisme Flamand. Dus alle rechtmatige, dat heb je in een federalisme met twee. Alle rechtmatige eisen van de ene partij, zoals je eigen taal kunnen gebruiken, wordt door de andere als een verlies beschouwd. En dat is de moeilijkheid van een federalisme met twee. Maar ik hoor ook, meneer Van Lanotte, als we dat horen, het is ook niet de eerste keer, hè, Paul Magnet, hij werkt op het systeem en dan werkt iedereen op hun systeem, heb ik de indruk stilaan. Ja, dat kan best zijn. Ik heb ervaring in een aantal regeringen gehad met PS. Maar wat vindt u? En ik heb nu de laatste jaren, ik heb mijn politiek niet geboeid. Wat je ziet, een Franstalig gedeelte dat tussen Magnet en tussen Jean-Louis Boucher, dat er een afgrijzelijke situatie is van opbod, van kort. Dat is zeker voor de regering niet goed. Maar ik heb een ervaring met de PS dat we wel heel vaak, ook in de regering De Rupo, moeilijke beslissingen kunnen nemen, maar dan moet iedereen mee betrouwbaar zijn. Maar de situatie, heeft u begrip voor wat Bart De Wever zegt over die Franstalige kant? We zitten ook, wat meneer Mannes net zegt, we zitten in een andere situatie, druk van de PTB. Maar waarom is de deal tussen Magnet en De Wever niet doorgegaan? Omwille van Magnet? Of omdat CD&V en VLD gezegd hebben, we doen niet mee. Maar dat is 5 jaar geleden. Ja, maar dat is wel de essentie. Hè? Ja. Dat is wel de essentie. Het is gemakkelijk uitleggen dat dan een ander zijn schuld is. Maar het akkoord, Magnet had een akkoord gemaakt en ging het uitvoeren. Mm-hmm. Dus is Magnet om in de onmogelijkheid van een akkoord te maken. Mm-hmm. Dat, ik heb nog nooit geweten dat de PS als echt erop aankomt. Natuurlijk. Maar eigenlijk hoor ik u nu ook zeggen, we zitten muurvast. Hè? Maar we zitten voor de verkiezingen altijd muurvast. Wat, het zal natuurlijk nog muurvaster zijn. Het is niet met verklaringen. Wat er nu moet gebeuren, maar men durft het niet, men wil het niet. Men moet het voorbereiden. Ik zie zowel aan Franstalige zijde als aan Nederlandstalige zijde. In hetzelfde interview zegt Bart De Wever, maar eerst moeten CD&V en VLD kapot. Ja, en dan met die mensen gaan we zeggen, maar nu gaan we toch een akkoord maken. Ja, maar ja, goed. Ja. Hij mag dat zeggen. Dat is, hij mag als politieke zijn. Maar als er iemand zich daar de komende 14 jaar mee. Ja, dat akkoord met Magnet op een ondermijn door te zeggen, wij doen niet mee. Maar het probleem is, kijk, als de PS incontournable blijft in Wallonië, moet je aan de Vlaamse kant één partij hebben die even incontournable is. Misschien wel, ik weet niet of dat er nog na de volgende verkiezing één partij, Nederlandstalig, Franstalig en incontournable. Dat is de vraag in Wallonië nu. Of allemaal. Ja. Nu, er is nog een ander iets. Hè. Dat is natuurlijk het politiek. Hè. Er moet vertrouwen zijn, moet worden voorbereid. Maar institutioneel zie ik ook wel het gevaar dat er geen verklaring tot herziening van de grondwet zal komen. Hè. Er is een regeerakkoord. Ja, in het regeerakkoord is dat duidelijk, hè, dat die er komt. En de regering heeft ook al een mededeling gedaan aan het parlement met de artikels die ze wil voor herziening vatbaar verklaren. Mm-hmm. Maar dat is uiteindelijk een beslissing die zal moeten finaal genomen worden de weken voor de verkiezingen, hè, in volle verkiezingsstrijd. En dan kan ik mij zeer goed voorstellen dat Georges-Louis Boucher zal zeggen van artikel 195, hè, dat eigenlijk alles mogelijk maakt, daar gaan we niet aan meedoen. Hè. Dat is het einde van België. Dat is zonder ons. En dat er dan eigenlijk helemaal in het zicht van de verkiezingen dat er geen verklaring tot herziening van de grondwet zou komen. En dan is er natuurlijk dan dreigt er een totale blokkering. Ja. Kan het een verschil maken? Sammy Mehdi staat morgen in Humo met een interview waar hij ook zeer scherp is voor mensen aan de Franstalige kant. Zegt als het zo blijven blokkeren, dan geraken we nergens. Kan dat een verschil maken? Want dat gaat over CD&V natuurlijk. Ja, ik denk dat de PS zodanig gebiologeerd is door die situatie in Wallonië en door die dreiging van de PTB. De PS weinig oog heeft voor wat er in Vlaanderen gebeurt. Is er voor u een weg uit? Ik denk wel na de verkiezingen. Maar dan, zoals ik zei, valt het te hopen dat het institutioneel mogelijk is. En als het niet mogelijk zou zijn, als het echt grondwettelijk wordt vergrendeld, omdat er geen ruime verklaring is tot herziening van de grondwet, dan wordt wat Bart De Wever gezegd heeft natuurlijk heel actueel. Dus dan zal het de vraag zijn of het denkbaar zou zijn om hetzelfde te doen als na de Eerste Wereldoorlog, om dus eigenlijk de grondwet op een
ongrondwettelijke manier te herzien. Als de voorzitter van CD&V zegt het einde van, dat zegt hij ook, het einde van België komt eigenlijk dichterbij. Is dat een teken aan de wand? Nee, dat vind ik niet eerlijk. Allee, dat maakt op mij geen indruk, eerlijk gezegd. Nee. Dat is meer een verklaring. Maar er zijn twee mogelijkheden waarom je geblokkeerd geraakt. Eén, omdat de grondwet niet in herziening is gesteld. En dan heb je alleen de 2/3 meerderheid. Dan kun je al veel, voor heel de gezondheidszorg, als je dat iets wilt veranderen, dan heb je 2/3 nodig, geen grondwetsherziening. Ja, het is net daarom dat hij met met dat andere plan... Nee, dan heb je 2/3 nodig. Mm-hmm. Maar de 2/3 kun je ook mankeren door het feit dat partijen die helemaal niets willen doen, een 2/3 hebben. We hebben één, de Partij van de Arbeid, en je hebt het Vlaams Belang. Als de twee samen 50 zetels op de 150 hebben, is er ook geen 2/3 meer mogelijk. Mm-hmm. En dat is niet... En daarom heb ik gezegd, we redeneren nog altijd, en ook Bart De Wever doet dat, vanuit een leidende partij hier en een leidende partij daar. Maar die twee leidende partijen die zijn wel heel klein geworden om te doen alsof ze leidend zijn. En ze kunnen leidend maar gestipte eieren worden. Om je 100 te halen dat je 5-6 partijen nodig hebt. Mm-hmm. Dus men, ik vind in die retoriek, als men oplossingen wil, moet men niet meer denken dat één partij dat leidt, zoals dat vroeger kon. Mm-hmm. De CD&V en de PS, als die een akkoord mieken, ja, oké, okay, dan was eigenlijk de helft, meer dan de helft gebeurd. Dat was de waarheid. Stel dat het te lastig wordt en dat N-VA en Vlaams Belang in 24 een top scoren. Halen. Zou het dan nog verder kunnen gaan dan dat extra legale? Want dan zou je kunnen zeggen, ze zijn in principe perfect in staat om samen de Vlaamse onafhankelijkheid uit te roepen. Goh, dat nu niet, denk ik. Maar we gaan het straks hebben over Frankrijk. Hè? En Bart De Wever verwijst naar het Weimar-moment in Duitsland. Ik vind dat een heel slechte en ongelukkige vergelijking. Maar ik vergelijk liever met tot stand komen van de Vijfde Republiek in Frankrijk. Mm. Dus eigenlijk de overgang van de Vierde naar de Vijfde Republiek, toen de Gaulle eigenlijk een nieuwe grondwet heeft geschreven en laten goedkeuren in een referendum. Buiten de grondwet van de Vierde Republiek om. Dus omdat eigenlijk binnen de Vierde Republiek was dat niet meer mogelijk, omdat het partijlandschap veel te versnipperd was. En dan heeft de Gaulle gezegd van we gaan dat buiten de grondwet doen, die nieuwe grondwet. En toen hebben de constitutionalisten ook gezegd... Maar het was vooral, als ik mag... De klassieke partijen waren tegen die nieuwe grondwet, omdat daarin de president rechtstreeks verkozen werd. Nee, en zij dat was pas in 62. In 58 dat is waar, was dat nog. Maar een veel sterkere executieve en minder macht voor het parlement. U hebt gelijk. Twee, maar het was één land. Hè. Ja. Het was geen land dat zo diep verdeeld is, want wij spreken hier over grondwet, maar Vlamingen en Walen leven steeds losser van elkaar. Maar u bent er gerust op, als die twee Vlaamse partijen een meerderheid zouden hebben na de verkiezingen, dat ze dat niet zullen doen? Dat ze nog een stap verder zouden gaan? Wat gebeurt er dan? Ten eerste heb ik goed genoteerd dat De Wever, en u weet wat hij zegt daarin, geen Catalaans scenario wil. Nee. Dat heeft hij duidelijk gezegd. Voilà. En waarom? Wij hebben een grondwettelijk hof. Op het ogenblik dat het Vlaams parlement de onafhankelijkheid uitroept, dan wordt dat door het grondwettelijk hof geschorst binnen een enkele week. Zo simpel is dat. Je hebt, dat is echt een verschil. Ik zie iemand twijfelen. Dat zou een soort... buiten grondwettelijke verklaring zijn. Hè. Dat zou geen decreet zijn. Dan wordt het grondwettelijk hof ook niet gevat. Maar ik denk wel, het feit alleen dat zo'n meerderheid er is en dat er een Vlaams nationale coalitie kan gevormd worden, dat ook de Vlaamse nationalisten in de Kamer en de Senaat een veto krijgen op elke vorm van institutionele hervorming, omdat er dan geen dubbele meerderheid is. Dat alleen al zou natuurlijk een enorm belangrijke hefboom zijn voor de N-VA. Dus ik denk inderdaad niet dat de N-VA onmiddellijk zal een coalitie vormen met het Vlaams Belang. Maar de N-VA kan daar wel mee dreigen. Hè. De N-VA kan wel zeggen van let op, als de Franstaligen niets willen veranderen, dan houden wij dat wel achter de hand, die Vlaams nationale meerderheid. Die Vlaams Nationale Coalitie. Ik denk dat de strategie is van Bart De Wever. Want in theorie zou het kunnen. Wel, als ze een meerderheid hebben, kan het. Hè. Ja. En natuurlijk, als er dan een Vivaldi 2 zou komen, zonder meerderheid in Vlaanderen, en die staat dan tegenover een Vlaams Nationale regering die alle mogelijke institutionele middelen kan gebruiken om stokken in de wielen te steken van die federale regering, via belangenconflicten, via veto's in het overlegcomité enzovoort. Dan een chance voor Vivaldi 2 in dat maar geval. Dan denk ik dat we in een situatie waar de burgers het slachtoffer van dat geheel wordt. Wat dan het resultaat is in de volgende verkiezing, durf ik niet voorspellen. Dat weet je niet.
Maar er is in Vlaanderen toch één element. Vlaanderen is geen arm land waar je zo gemakkelijk kunt avontureren. Vlaanderen zijn mensen die wat centjes hebben, die dit en dat. En wanneer er één regering zegt onze hoofddoel is om de andere te blokkeren en omgekeerd, dat gaat niet lang duren. Dat hoeft zover niet te komen. Maar de N-VA kan daar wel mee dreigen. Op een geloofwaardige manier. Dreigen met iets dat tegen u werkt, dat laat ik iedereen af. Maar bon, dat is mijn gedachte. We kunnen er nog uren over discussiëren. We zullen nog even moeten wachten tot zover is en tot de kiezer gekozen heeft, alleszins. Goed, we gaan naar Frankrijk, mevrouw Doornaert. Ik denk trouwens, op sommige plaatsen kan u daar morgen beter wegblijven. Denk ik, dames en heren, want de Fransen gaan opnieuw protesteren. Protesteren tegen de pensioenplannen van de president. En we hebben een goede week geleden nog maar gezien dat het er dan stevig aan toe kan gaan. Vous venez jusqu'au bout. Ce n'est que le début ici. C'est une première journée, on l'a dit. Après, ça dépend du gouvernement français. Enkele honderden anarchisten en ruilschoppers spelen tijdens de betoging een kat-en-muisspel met de oproerpolitie. Vakbondsvertegenwoordigers en omstaanders proberen iedereen te kalmeren en de grote confrontaties te vermijden. Als de regering niet luistert, dan zijn de vakbonden van plan om opnieuw een actiedag te organiseren. Misschien volgende week al. En dat ook zo op te voeren. En ook de stakingen eigenlijk op te voeren. Zodanig dat ze bijvoorbeeld opnieuw tankstations kunnen bijvoorbeeld bezetten. Zodanig dat veel Fransen er last van hebben en dat die druk op president Macron toch groter wordt. Het is iets meer dan een week later. 11 dagen later, 30, morgen is 31 januari, mevrouw Doornaert. Gaan we terug naar midden jaren 90? Want hoe lang heeft het dan plat gelegen daar, omwille van dezelfde discussie? 3 weken, geloof ik? Dat was toen al hervorming van het pensioenstelsel, waarvoor Alain Juppé, de toenmalige eerste minister van Jacques Chirac, ik was toen net correspondent geworden in Parijs, en die stelt echt een bijzonder goed pensioenplan voor, redelijk in de tijd uitgebouwd. Ook aan de linkerzijde van het halfrond was er zo echt wel steun. Libération schreef over een heel goede reeks. Maar mensen ook langer laten werken, neem ik aan dan. Maar ook de kas, het financieringssysteem hervormen. Want heel veel van dat protest is corporatistisch. U hebt in Frankrijk de régime spéciaux, waarin een kat haar jongen niet terugvindt. Ook de Opéra de Paris heeft er één. Maar een van de grote speciale kassen is van nog het... Nog meer dan bij ons? Ik ken Frankrijk misschien beter dan op dat vlak. Wij hebben er niet zoveel. Want dat lijkt van financiering, zo'n kassen. Ja, wij hebben dat niet. Voilà, dat nee, maar speciale regimes bedoel nee, ik. Nee, speciale maar ook speciale kassen. Okay. Okay. En dus bijvoorbeeld het spoor heeft daar ook een zeer gunstig regime. Vroeg op pensioen, hoge pensioenen. Maar vroeger kon dat betaald worden door al de aangeslotenen bij de spoorbond. Nu is die piramide omgekeerd geworden. En nu moet men uit de algemene pensioenkas geld halen om die geprivilegieerde gepensioneerden hun speciaal regime te geven, wat sociaal niet rechtvaardig is. Maar wat denkt u, gaat het er terug stevig aan toe? Want toen was het drie weken plat. Maar hè? Ile-de-France is 3 weken platgelegd. Dat was onheimlich. Ja. Daar reed niets. Geen metro, geen tram. En wat tram. Mogen we nu de verwachten? De theaters waren leeg. En toen had Juppé aan de president gezegd, als u nu toegeeft, zijn we machteloos voor de rest van onze ambtstermijn. Chirac heeft toegegeven en heeft gezegd, dit land is onhervormbaar. En gaat Macron toegeven? Nu, wel, Sarkozy is erin geslaagd van de leeftijd van 60 naar 62 jaar te brengen. En Sarkozy heeft uitgelegd waarom. Had een stevig blok achter zich in het parlement. Heeft dan de vakbonden gezegd, do your worst. En de vakbonden hebben toen ook gemerkt dat de Fransen eigenlijk moe waren van altijd maar gegijzeld worden met al die blokkages. Nu, ik kom tot nu, het zal afhangen van de mobilisatie morgen. Toen, 19 januari... afhankelijk van de schattingen, tussen 1,2 en 2 miljoen Fransen op de straat. Dat zou je kunnen vergelijken. Om de Fransen op de straat te krijgen, maar goed. Ik zou het kunnen vergelijken de universiteiten en de scholen en iedereen gaat betogen. Dat geweld, dat zijn die black blocs die altijd opdagen. Dat kan je nu de vakbond niet de schuld geven. Het probleem in Frankrijk is ook dat je zo'n zwakke vakbonden hebt. Ze zijn heel verdeeld, ze hebben heel weinig lidmaatschap. En dus uw correspondent... Maar ze krijgen 1,2 miljoen mensen op straat. Ja, dat is één ding. Bijvoorbeeld in het onderwijs, aan de linkerzijde, de Parti Socialiste. Men noemt dat altijd de partij van de ambtenaren en de leraars. Het is een land van in de 60 miljoen mensen. Hè?
Ja, ik heb, als je de omrekening maakt naar hier, het zou 200.000, 300.000 mensen op straat zijn in België. Ja, maar goed, het is een behoorlijk aantal. En inderdaad, veel mensen willen geen hogere pensioengerechte leeftijd. Want dat is, de discussie gaat van 62 jaar naar 64 en een loopbaan van minimum 43 jaar. Ja. Dat is wat er op tafel ligt. Nu, u zei daar in de inleiding, Mia Donat krijgt op de heupen, ze vindt dat de Fransen niet genoeg werken. De Fransen die werken hard. Bijvoorbeeld toen ik uit Parijs in Brussel terugkwam, was ik ontzet hoe vroeg alle winkels hier sloten, vergeleken met Parijs bijvoorbeeld. Maar ze hebben een probleem van werkloosheid. Maar dat is vooral zo dat automatisch verzet tegen het aantasten van les acquis sociaux. En als je dan sterke vakbonden hebt, zoals in Duitsland, de Scandinavische landen, in Nederland, kan je regering en een grote vakbond aan tafel gaan zitten en zeggen, kunnen we eens redelijk zijn en zien hoe we de sociale zekerheid betaalbaar houden. Als je van die versnipperde vakbonden hebt die tegen elkaar opbieden, is het veel moeilijker om een redelijke discussie te voeren. Want 64 jaar vergeleken met de rest van Europa, dat is toch niet excessief, hè? Ja, dat is 3 jaar minder dan bij ons, dan wat er bij ons op tafel komt. En bijvoorbeeld ook, en daarom dat heeft mij destijds dus een Duitse vakbondsman gezegd. Die zei, die zwakke vakbonden in Frankrijk. Ik zei, waarom? Hij zei, ja, omdat die altijd met blokkades moeten werken. Wij hoeven geen autowegen te blokkeren. Wij hoeven geen verkoopcentra te blokkeren. Wij hebben een sterke vakbond. En als wij een stakingsparool geven, dan wordt dat opgevolgd. Omdat wij heel veel leden hebben in de bedrijven. De Franse vakbonden hebben nauwelijks leden in de privébedrijven. Dus dat werd dan altijd zo met die staatprotesten. Dus wat verwacht ik? Wel, daar was toch een peiling die ik wel belangrijk vond in 2 keinden. Een meerderheid van Fransen is uiteraard gekant tegen die hogere pensioenleeftijd. Wie is daar nu wel voor? Anderzijds, 74% zei in die peiling dat ze wel denken dat die hervorming er komt. Ja, van waar die contradictie? Dat is geen contradictie. Je kan tegen iets zijn en toch denken dat er gaat komen. Er zijn in België ook genoeg dingen waar ik tegen was die er wel gekomen zijn. Maar, bedoel, nee, maar goed, waarschijnlijk, als Chirac vroeger geplooid is, je zou kunnen zeggen Macron zal misschien ook plooien. Ja, die is maar anderzijds, dit was toen de eerste keer. En Juppé is toen onwijs geweest, want men had hem bijvoorbeeld de CDFT, de meest gematigde vakbond, zo'n sociaal-democratisch vakbond, had gezegd, kijk, blijf voorlopig af van les régimes spéciaux, van die speciale kassen. Ja. En hij heeft dat erbij gebracht en dat was de vlam in de pan bij de spoorwegen en dergelijke. En in die tijd, echt alles lag plat. Er was geen volk in de winkels. Je ging naar het theater, er zat 40 man in de zaal. Ja. Je kon naar de grootste expositie gaan, zo binnenlopen. Maar toen was een groot deel van de publieke opinie, die actie werd gevoerd van la défense du service public. En de Fransen, le service public à la française, dat is het beste, het mooiste wat bestaat. Toen zeggen de mensen nog met ils défendent leur bifstick. En ik zei, nee, daar gaat het niet over. Maar ik denk dat nu de steun veel minder is, omdat de Fransen het stilaan meer moe worden van gegijzeld te worden met spoorstakingen, met de metro die niet werkt. Maar ik wacht af wat denkt u dat ook? Want blijft toch veel volk op straat, nee? Ja, omdat ik denk dat de vorige keer inderdaad men raakt het wel een beetje beu. Sarkozy heeft dat gebroken. Het grote probleem dat Macron nu heeft, is dat hij eigenlijk geen meerderheid heeft. In het parlement. Dat is al niet zo evident. En ook niet bij de bevolking de indruk kan geven dat hij de meerderheid heeft. Ja. Er is een zeer sterke tendens toch in Frankrijk. We zien dat dan met de presidentsverkiezingen. Hè, de scores van het Front National, die toch heel erg hoog zijn. Er is een ontevreden. We hebben eerst de Gilets jaunes gehad. Je hebt nu dit. Dus gaat hij kunnen overkomen als iemand die zegt, voor de natie ga ik dit nu doen, het is nodig, en een meerderheid uitstralen? Wat denkt u? Dat denk ik niet. Nee. Dat denkt u niet? Maar hij is een meester, heeft in het verleden ook al enkele keren gedaan. Hij is een meester in het bocht te nemen zonder dat het te veel opvalt. Ja. Hij gaat er iets van uithalen en hij gaat een deel aanpassen. En hij is heel sterk in dat manoeuvreren om een halve nederlaag toch eerder een halve overwinning te maken. Daar is hij sterk in. En nog iets over dat aantal betogers. Hè. U mag ook niet vergeten hoe de Franse revolutie nog nawerkt in Frankrijk. Maar dat is waar, hoor. Die revolutie was een burgeroorlog. En dat merk je nog altijd in de verbetenheid van... Dat is nog altijd een civiele burger. Twee... De Fransen moeten af en toe een revolutie doen, mei 68. Dus zijn daar veel jongeren bij ook? Nee.
Nee. Want Rome, ik wil eens polsen. Nee. Het is een discussie. Maar, op dit moment is in Frankrijk deze gevoel. Ik wil dus maar zeggen, als zoveel volk op straat komt... Ik wil even polsen komt bij onze jongeren aan tafel, want zij zijn die later voor onze pensioenen moeten zullen zorgen. Is het een discussie die jullie bezighoudt ook, als het over pensioenen gaat? Pensioenen houdt ons wel bezig, denk ik, de jonge generatie. Omdat ik denk wel dat veel jonge mensen gewoon zich zorgen maken van... Wat gaat er nog zijn voor ons later? Op die manier. Hoe ziet het er later uit met alle onrust? En als het gaat over werken tot een bepaalde leeftijd? Ik persoonlijk maak me daar weinig zorgen over. Maar ik denk wel dat voor sommige mensen in sommige beroepen dat wel een probleem is. Ja. En begrijp je dan de Fransen als ze zeggen van 62 naar 64, we komen op straat met z'n allen? Of denk je dan van... Ja, als ik dat dan vergelijk met België, dan denk ik soms van... Ja, wij moeten... veel langer nog werken, maar veranderingen brengt altijd natuurlijk oproer teweeg. Ja. Dus. En er zijn weinig jongeren bij de betoging. Ja. Opmerkelijk weinig. Er is misschien ook weinig solidariteit met de jongeren. Als je zegt, van we willen vroeger en vroeger stoppen. Ik begrijp heel goed wat Roby zegt. Op die leeftijd denk je nog niet aan je pensioen, maar ik begrijp veel meer dat zij denken, de huidige mensen die met pensioen gaan, die krijgen nog een pensioen. Wat zal er overblijven tegen de tijd dat het voor ons zover is? Dat begrijp ik, dat ze daar veel meer mee inzitten. Ja, als alle babyboomers met pensioen zijn, zijn zij het ook die voor de centen zullen moeten zorgen? Ja, maar wie zal er voor hun centen zorgen? Wat zal er overblijven? Mm-hmm. Ja. Wat is... Zegt maar, meneer Melk. Ja, het interessante is eigenlijk dat je nu ziet dus dat die zoveel heisa in Frankrijk voor die verlenging van 62 naar 64 jaar. Ja. Terwijl bij ons in 2014 en 2015 is daar eigenlijk relatief weinig protest tegen geweest. Dat was ineens 2 jaar erbij. En eigenlijk ook vanuit de vakbonden waren natuurlijk tegen. Ook de socialistische oppositie was tegen. Maar eigenlijk heeft men zich daar heel snel bij neergelegd. En dan ook bij de regeringsvorming 2019, 2020 hebben we nog vooruit, nog de PS daar een punt van gemaakt. Onmiddellijk heeft men die toegeving gedaan. Niemand had nog in zijn programma staan, denk ik, voor de verkiezingen. In 2014 niet. Dus dat stond in geen enkel programma. Er is ook niet over gepraat tijdens de campagne. De PS had dat in zijn programma staan om het terug te dringen. En men terug heeft... te dringen, maar toch niet naar 67 te brengen. Ja, maar in 2014 stond het in geen enkel programma. Nee. En toch heeft men het eigenlijk doorgeduwd, als het ware bij verrassing. Iedereen was verrast. En dat is vrij vlot gegaan in 2015. Maar er is een grotere band gebleven. Want u zegt daarnet, 64, 43. Het allerbelangrijkste is natuurlijk het aantal jaren dat gewerkt is. De manier om de leeftijd om daarmee om te gaan, is ook altijd voldoende nadruk leggen op het aantal jaren dat je gewerkt hebt. Ja. En in ons systeem is het wel zo, wanneer iemand 2 of 43 jaar gewerkt heeft, dan is er nog een mogelijkheid om vroeger te gaan. En dat is voor mensen die vroeg begonnen zijn, die uitlaat, is daar wel. En dat heeft een groot effect gehad. Dus dat aantal jaren... Ja. Ik moet wat dat betreft, kwestie van geest, ik was niet zo lang geleden in Stockholm en ik sprak met de rector van de universiteit daar. En die zei, we hebben één probleem. Als professoren rond de 70 jaar zijn, dan beginnen we een keer te praten of ze toch niet beter zouden op pensioen gaan, want dat ze eigenlijk op pensioen evenveel hebben als hun wedden ongeveer tegen dat ze 70 zijn. Maar we mogen ze niet verplichten, want dat is anders een discriminatie op basis van leeftijd. Dus daar is het gedacht van als iemand op 70 is te praten over pensioen, een beetje een probleem. Dat is toch heel merkwaardig als je dat ziet in andere maatschappijen, hoe die daarmee omgaan. Hè? Ze hebben een schaal van 60 tot 70. In Zweden heeft men een schaal, wat ik zinnig vind, van 60 jaar tot 70 jaar. Dus mensen die uitputtende arbeid geleverd hebben, die kunnen... Maar we gaan in Parijs blijven. Hè? Ja, je wordt niet op je 64, op je 65 verplicht. Maar daar, als er jongeren betoogden, was het vooral... Dus die carrière van 43 jaar, die zegden ja, maar mijn studies, als ik studeer tot mijn 5 of 26 en ik moet dan nog 43 volle jaren gewerkt hebben, hoe kan ik dan... Dat is toch een beetje normaal, hè? Alblieft? Dat is toch een beetje normaal. Als je langer studeert, moet je ook langer werken. Hè? Ja, maar ze denken dat ze dan, als ze 64 zullen zijn, dat ze nog altijd die 43 jaar niet zullen gewerkt hebben. En dus dat ze dan geen volledig pensioen zullen hebben of zo. Ook hier mogen jullie straks nog over doorpraten. Ja. Maar dus... Een lange avond, mevrouw Doornat. De Fransen komen graag op straat. Het hangt af van de mobilisatie morgen. En inderdaad, het verschil is dat Sarkozy had een stevig blok achter zich en zei, we doen het. En de positie van Macron is wat lichter. Maar uiteindelijk is er een meerderheid. En nog eens die peiling van
een meerderheid denkt dat het toch komt, dat doe ik wel. Maar sorry. Dat geeft... Nee, het is oké. Maar we gaan inderdaad verder naar Nederland. Het is nog iets heel anders, Romy, waar wij gaan over praten. Want ik denk, het zal al niet zo makkelijk zijn, denk ik, om kroonprinses te zijn. Maar als je dan nog eens aangevallen wordt, gewoon omdat je een maatje meer hebt, dan wordt het wel heel lastig. Maar het is wel exact wat prinses Amalia moet ondergaan deze dagen, de kroonprinses van Nederland. Ze is momenteel met haar ouders bezig aan haar eerste verre reis als prinses langs de Caraïbe. En de commentaren die je dan ziet verschijnen gewoon als reactie op haar verschijning, die zijn bij moment echt degoutant. Een schande voor de Nederlandse kroon, prinses Suikerbuik. Gaat ze lopend of rollend op werkreis? Walvis, hoeveel stoelen heeft ze eigenlijk nodig om te gaan zitten? Dergelijke toestanden allemaal. En ze is, Romy, 19, denk ik, 19 op dit moment. 19 jaar, ja. En wat ik daar straks zei, ik denk dat je heel goed weet wat er met Amalia gebeurt op dit moment. Mm-hmm. Wat maakt dat veel los bij jou, als je dat ziet gebeuren? Ja, ik kan wel zeggen dat dat mij heel boos en tegelijk ook verdrietig maakt. Vooral ook omdat heel veel jonge mensen dit ook zien. Mm-hmm. Veel jonge meisjes hebben een gelijkaardig lichaam als Amalia. Amalia is, even om te benadrukken, totaal niet dik. Zij heeft een heel normaal lichaam. En meisjes die dan een gelijkaardig lichaam hebben, die gaan dan denken van oei, mijn lichaam is ook problematisch, ik moet het misschien ook maar veranderen. Mm-hmm. Hoe is het gekomen eigenlijk dat jij met, als ik het de problematiek mag noemen, van de beledigingen dan uiteraard, dat jij er bent mee gaan bezighouden? Ja, omdat ik zelf ook een plus-size vrouw ben, een volle vrouw, in een samenleving waar dat dun gewoon wel de norm is. En ik heb eigenlijk besloten van ik wil tegen die vetshaming, tegen die vetfobia ingaan, waar de huidige samenleving vooral op social media mee te maken krijgt. Mm. En ik ben dan als plus-size model tegen heel veel barrières aangelopen van vetshaming. En toen heb ik gezegd van... Vergelijkbare dingen? Heel vergelijkbare dingen, van dik varken tot je moet naar een dieetkliniek of noem maar op. Is de socials, is dat de bron van veel kwaad? Of van alle kwaad? Zeker niet van alle kwaad, want er gebeurt ook heel veel haatspraak op straat of gewoon in real life. Dus zeker niet van alle kwaad, maar wel van veel kwaad en ook van verkeerde beeldvorming van mensen in het algemeen. Ja, want laat ons zeggen, ik weet, jullie zullen wat minder actief zijn op sociale media dan zij, denk ik. Wat zijn we ons van bewust dat daar allemaal rondgaat? Ja. Gewoon omwille van hoe je eruit ziet? Dat is zo'n giftig milieu in alles, hè. Dat is verschrikkelijk. Maar gewoon op hoe je eruit ziet? Ja, wat daarnet gezegd is, ook natuurlijk op je hebt één, het zeer negatieve ten opzichte van bepaalde mensen, maar er worden ook heel veel mensen geïdealiseerd, als je dat zo mag zeggen, maar voorgesteld als perfecte modellen. Dus je krijgt continu een shaming van wat niet binnen dat model zit. En heel veel ook vrouwen of jonge meisjes die zich per se dan beter voorstellen om daaraan te voldoen. Dat is een dubbel gegeven, eigenlijk. En bij Amalia zit je dan nog met het feit... Ja. Ze is kroonprinses, mm-hmm. Ze wordt geboren in die bepaalde context. Ja. Dus ze wordt blootgesteld aan die persaandacht. Bijvoorbeeld nu met die reis, dat komt er dan nog eens bij, denk je dan? Ja, en er zijn heel hoge verwachtingen natuurlijk van een kroonprinses. Ik denk dat Amalia ongeveer de enige kroonprinses op de hele wereld is die dat niet extreem mager is. Er zijn heel veel bekende verhalen over kroonprinsessen of koninginnen die dat eetstoornissen hebben, die dat extreem mager zijn. En ik denk dat daardoor Amalia nu wel heel veel persaandacht krijgt, omdat zij dus niet aan dat size zero voldoet. Ja, en daar betaalt ze dan een zware prijs voor. Ja. Hoe komt het volgens jou, Romy, dat mensen dat doen? Ik denk omdat mensen heel veel vooroordelen hebben over dikke mensen. Ik denk we denken heel vaak dat dikke mensen automatisch een ongezond eetpatroon hebben, ongezonde levensstijl, dat zij niet sporten. En ik denk, omdat zij heel onwetend zijn over dikke mensen, dat zij daardoor heel veel vooroordelen snel verspreiden. Want je geeft er zelf ook, begrijp ik, lezingen en presentaties over. Wat vertel je dan? Bijvoorbeeld, het is vanmorgen ook op Radio 1 geweest, 30% van de mensen met overgewicht kunnen effectief wel een gezonde metaboliek hebben. Dus zij kunnen effectief een gezonde levensstijl, gezond eetpatroon hebben. En dat is heel belangrijk om dat te weten over dikke mensen, want het wil niet zeggen omdat iemand aan de uiterlijke vertoon, zogezegd in iemands hoofd, ongezond eruit ziet, dat hij effectief ook
ongezond is. Want er speelt veel meer mee aan het feit dat iemand dik is. Dat kan ook komen door bijvoorbeeld slaapproblemen, stressproblemen. Genetica is ook een enorm belangrijke factor waarom dat iemand overgewicht kan hebben. En ik denk dat dat heel veel factoren zijn die dan mensen vaak niet meepakken voordat zij dan haatspraak beginnen te doen. Gewoon, want daarnet over... Ik las een getuigenis van een Nederlandse vrouw. Die loopt in Albert Heijn met dat winkelkarretje. Die neemt een pak snoep uit een rek. Dat passeert een andere vrouw. En die neemt dat pak snoep dat weer uit en legt dat terug. Hoe onbeschaamd kan je zijn, hè? En toen zei Robbie ook, van, als ik een steak met frieten eet en ik neem frieten, zal men op een andere manier kijken dan wanneer een magere man of vrouw maar frieten zit te eten. Maar het is ook wel een beetje seksisme. Want alleen als we dan nu kijken, de koning... Mm-hmm. Die is toch niet zo mager, hè? Bedoel, dat is toch ook geen... In Nederland bedoel je? In Nederland, ja. Maar men heeft nooit over de koning gezegd dat er een probleem was. Mm-hmm. Ah, maar dat is ook voor het verschil. Voor de dat is heel belangrijk eigenlijk ook om inderdaad aan te halen. Dus vrouwen die dat in hogere posities komen en die dat niet voldoen aan zogezegd het heel magere beeld, kunnen wij niet als succesvol zien. Ja. Een heel goed voorbeeld daarvan is Margie de Blok. Heeft enorm veel dingen gedaan in de politiek en er is heel vaak geviseerd geweest op haar lichaam. In plaats van dat er werd gesproken over de dingen die dat zij deed in haar beroep, werd er altijd gesproken over het feit dat zij heeft overgewicht, dus zij kan haar job niet goed uitvoeren. Heeft niks te maken met haar job. Haar gewicht staat daar compleet los van. En wij doen dat heel vaak. Daar zijn veel voorbeelden van. Bijvoorbeeld Adele... Heel veel, ja, er zijn gewoon enorm veel. Maar ik zou nog iets willen zeggen over die prinsessen. Je hebt twee soorten prinsessen. Want daarin hebben vrouwen dan een voordeel. Amalia is kroonprinses omdat zij staatshoofd zal worden. Maar bijvoorbeeld de prinses van Wales of de koningin van Spanje. Kate Middleton. Die vrouwen die trouwen met een prins krijgen de hoffelijkheidstitel van prinses. Dat is iets heel anders dan prinses van de bloede zijn. En als je dan kijkt naar het sprookje nog altijd van de mooie prins, al die vrouwen die met een kroonprins trouwen, burgermeisjes, zijn ongelooflijk slank. Letitia van Spanje, destijds, dat grenst voor mij aan de anorexie, als ik haar zie. En wat zegt u dan? Ik zeg maar, het is nog altijd het beeld, als je heel slank bent, dan trouw je met een prins, of met een rijke man, of met een sportheld. Dus dat beeld zit er nog altijd in. Laten we eerlijk wezen, zou prinses Diana zo razend populair geweest zijn in de hele wereld als zij een plussize was geweest. Dus daar is nog altijd die blik daarop. Hè? En het feit juist dat heel veel succesvolle, rijke, adellijke mannen trouwen met altijd slanke beauties, geeft zo nog altijd aan meisjes zo het gevoel van... Heb je eigenlijk zicht, Robbie, Amalia zelf, hoe dat zij daar wordt daarover gecommuniceerd? Hoe zij daarmee omgaat met al die rommel aan commentaar? Daar is momenteel geen communicatie nog niet over. Want je mag daar eigenlijk niet aan denken, hè, dat een meisje van 19 dat over zich krijgt en dat zij dat... Ja. Dat is heel gevaarlijk voor iemands mentale gezondheid. Dat is supergevaarlijk voor bijvoorbeeld eetstoornissen. Dat kan zelfs tot depressies of suïcide gedachten leiden. Dus dat is enorm gevaarlijk dat mensen... op internet haatspraak gaan verspreiden. Niet enkel voor Amalia zelf, maar dus ook de meisjes of andere mensen die dus de haatspraak op haar lichaam zien, gaan nu ook denken van oei, er is iets mis met mijn lichaam. Dus dat moet echt gewoon per direct stoppen. Ja. En heb jij er vertrouwen in dat onder meer door wat je zelf doet, hè, want je neemt het wel vast. En want je zei ook, hè, toen we je belden, zei, ja, en ik weet dat ik na de uitzending... Ja. Weer een hoop ook commentaar ga krijgen over mijn lichaam. Ja, maar kan je ermee omgaan intussen? Ja, ik kan daar tegenwoordig heel goed mee omgaan, omdat ik dat echt gewoon langs mij af kan zetten. Ik ga daar zelfs niet meer op in. Ik kijk daar ook eigenlijk zo min mogelijk naar. En ik heb gewoon zoiets van, als die mensen niks beters te doen hebben dan haat op mijn lichaam geven, terwijl die mij niet eens kennen. Ik ben veel meer dan mijn lichaam. Ik ben een persoon in zijn geheel met alles wat ik doe. Ik heb een hart en ziel dat alles voor iedereen zal doen. En mijn lichaam is letterlijk het minst interessante over mij. En dat is hetzelfde met prinses Amalia. Dus zij mogen echt waar hun haat op mij komen geven. En dat zegt meer over de persoon die nu een haatbericht naar mij een type is, dan dat dat iets over mij zegt. Een betere boodschap om af te ronden kunnen we ons niet indenken, denk ik. Hè? Veel succes nog met wat je allemaal onderneemt. En dank je wel om bij ons te zijn vanavond. Dank je wel, Romy. Dank je wel ook mijn andere gasten. Het was heel fijn dat jullie er waren. En u bedankt voor het kijken, dames en heren. Extra Time komt eraan met Aster. Mooie avond nog. Tot morgen.